1, 2, 3, 4. Kinderboekenweek, week, kinderboekenweek, week, kinderboekenweek, week, kinderboekenweek, journaal. Kinderboekenweek, week, kinderboekenweek, week, kinderboekenweek, week, kinderboekenweek, journaal. Kinderboekenweekjournaal met Zwaantje van Sprundel. Hallo allemaal en welkom bij de 6e aflevering van het Kinderboekenweekjournaal. Omdat er allemaal nepnieuws en valse berichten op internet zijn verschenen, moeten we ontzettend veel regelen en heel veel bellen. Want we hebben aan het eind van deze week op zondag een kinderboekenfeest met workshops en kinderboekenschrijvers en heel veel bezoekers. En die moeten allemaal één voor één teruggebeld worden om aan te geven dat het feest doorgaat en dat kinderboeken juist wel goed zijn voor kinderen. We gaan zo meteen door naar de programmeurs en naar Peter en Daan voor een laatste update. Maar nu eerst een interview met een kinderboekenschrijfster, Martine Lettery. Hallo Martine, ben je daar? Dag allemaal, ik ben Martine Lettery en ik ben schrijver. En dat ben ik al meer dan 25 jaar. En in die 25 jaar, het zijn er geloof ik 27 inmiddels, heb ik al deze boeken geschreven die je hier op deze plank in mijn werkkamer ziet. Het zijn er geloof ik 125. En de laatste jaren schrijf ik veel over de Tweede Wereldoorlog. Ik heb bijvoorbeeld geschreven Kinderen met een ster. En dat gaat over Joodse kinderen in Kamp Westerbork. En daarvoor kreeg ik deze zilveren griffel. En daarna schreef ik Verboden te vliegen. En dat gaat over het leven van gewone kinderen in een klein dorpje tijdens de Tweede Wereldoorlog. En het derde boek, Waarom de maan verdwijnt, gaat over kinderen in een ander stukje van Nederland. Want tijdens de Tweede Wereldoorlog was er aan de andere kant van de wereld nog een stukje Nederland, Nederlands-Indië. En dat derde boek, Waarom de maan verdwijnt, gaat over Lottie en zij maakt de oorlog in Nederlands-Indië mee. Nou, ik praat veel met kinderen op scholen tijdens schoolbezoeken over mijn boeken. En tijdens een van die meer schoolbezoeken zelfs, vroegen kinderen, waarom schrijf je niet over mijn oorlog? En dat waren kinderen die in Nederland waren gekomen vanuit een land in een oorlogssituatie. En zij hadden zelf een oorlog meegemaakt. En ik vond dat ze gelijk hadden dat ik daar ook over moest schrijven. Dus ik ben kinderen gaan interviewen en ik heb ze uitgebreid gesproken. En daaruit is het boek Kinderen van Ver voortgekomen. En over dat boek, Kinderen van Ver, daarover ga ik met jullie praten tijdens mijn workshops. Die interviews van die kinderen, die verhalen, daarover ga ik jullie vertellen. En dat doe ik aan de hand van de prachtige illustraties van Saskia Halfmout, die ze in dat boek heeft gemaakt. En natuurlijk gaan jullie zelf ook nog wat doen. En nou, ik ben heel blij dat het toch allemaal een beetje op zijn pootjes terecht is gekomen deze kinderboekenweek. Want het zag er even niet best uit. Ik maakte me behoorlijk zorgen. Mijn boeken verkochten ineens niet meer, van collega's ook niet. Schoolbezoeken werden afgezegd. Ik kreeg geen boekingen meer voor lezingen. Nou, gelukkig is dat allemaal op zijn pootjes terecht gekomen. Onze boeken verkopen weer, de boekingen gaan weer door en er komen weer nieuwe schoolbezoeken binnen. Dus dat is hartstikke fijn. En ik vind het ook ontzettend fijn dat ik daarom naar Hoofddorp kan komen op 15 oktober in Zee. Nou ja, ik hoop tenminste dat het feest wel door kan gaan, want er moet volgens mij nog wel heel veel gebeuren, toch? Dat klopt helemaal. Dat moet zeker. Ik ben ook heel erg benieuwd hoe het ermee staat, moet ik zeggen. En dankjewel Martine. Goed om te horen dat er weer kinderboeken gekocht worden. Nou, dat is echt een pak van mijn hart. Nou, we gaan nu meteen door naar Peter. Samen met Daan is hij eindverantwoordelijk voor het feest. Peter, ben je daar? Oh, hoi. Jij bent Zwaantje, toch? Van het Kinderboekenweekjournaal. Ja. Maar wie ben jij dan? Ik ben de oppas van Simoontje. Simoontje en ik kijken elke aflevering. Ah, wat leuk. Maar ik zoek eigenlijk Peter. Weet jij misschien waar die is? Geen idee. Hij is hier ergens aan het werk. Ah, daarom moet ik ook op Simoontje passen. Charlotte had een afspraak. Ze is met haar moeder shoppen. Tja, Peter heeft niet zo goed gepland. Gelukkig kon ik nog komen. Oh.
daar zal je hem hebben. De flyers. De flyers, ze liggen overal. Oh. 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 Hé. Hey. Simoontje. Hé, hey, lieverd. Boekie, boekie. Ah, fijn dat je er bent. Peter, ben je druk aan het werk voor het feest? Hé, hey, Zwaantje. Ik werk, ja. Hé, hey, en natuurlijk. Nu dat de schrijvers weer mogen komen en het feest weer doorgaat, moet ik zorgen dat alles op rolletjes loopt. En dat gaat helemaal perfect. Echt picobello. Niks aan de hand. Geen zorgen. Fijn. Nou, de flyers zijn klaar, zie ik. Zijn de ruimtes helemaal voorbereid voor de workshops? De workshops! De workshops, natuurlijk. Voor de schrijvers, helemaal geregeld. Nee, Peter Perrenstreek regelt het wel even. Heb ik gedaan? Of bedoel, ga ik doen? Ja, gelukkig was ik dan vandaag vrij om op Simoontje te letten. Simoontje! Simoontje moet de fles! De fles! De fles! Het komt allemaal goed hoor, Zwaantje. Ze heeft de fles ook al gehad. En ik help Peter met het feest. Het is niet niks een eerste kindje krijgen. Slaaptekort. Dus het is wel fijn als ik hem een beetje help. Simoontje heeft de fles al gehad. Goed. Mooi. Oh, waar is de telefoon nou weer? Iedereen verplaatst ook alles. Oké. Dus het komt wel goed met het feest bij C. Jawel. Er komen 3 echte kinderboekenschrijvers. Volgens mij sprak je er zojuist ook eens zelf. Ja, dat is waar. Dus de kinderen hoeven zich echt geen zorgen te maken dit jaar. Ik kan hem niet vinden. Waar is dat ding? Zit hij niet in je broekzak? Ik heb hem. Ja. Met Peter Pennestreek. Daan. Daan. Ja. Mm-hmm. Nee. Ja. Ja, nee, de ruimte van de schrijvers. Nee, ja. Oké. Okay. Ga ik regelen. Ja. Joe. De ruimte van de schrijvers, de kleedkamers, die moeten nog klaar. De slingers moeten opgehangen worden, de frisdrank moet in de koeling. En dat moet ik nu regelen. Mondje dicht tegen Charlotte, hè? Oké, dat was dus Peter en zijn oppas. Nou, we moeten er maar op vertrouwen dat het allemaal goed gaat. Het wordt nog een beetje spannend, maar we moeten nu meteen door naar het korte nieuws. We schakelen door naar de ticketbalie. Daar staat iemand die kaartjes wil halen voor het feest. We kijken even mee. Hey, hallo kinderboekenweekjournaal. Daar ben ik weer hoor. Zoals elk jaar vaste prik koop ik weer kaartjes voor het kinderboekenfeest. Hallo mevrouw. 3 kaartjes graag. Is goed, momentje alsjeblieft. Nicole, weet je, kom eens. Ik kom het systeem niet in, volgens mij. Snap jij het? Nee. Nee, helemaal. Het lukt niet. Nee, helemaal zwart beeld. Mevrouw, sorry, maar ik kom het systeem niet in. Ja, geen kaartverkoop vandaag. Oh, wat vervelend zeg. Maar dat kan toch niet? Het feest zou toch doorgaan? Wat moet ik nou op zondag? Dit is ons jaarlijkse uitje. Ik ga even bellen. Moment, alstublieft. Met het kinderboekenfeestcrisisteam? Ja. Ja. Geen ticketverkoop? Wacht, ik heb een idee. Onno, kun jij code 44562 proberen? Roos, kun je het nu nog een keer proberen? Ik ga proberen. Ja. 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 Oh. Opluchting. Alsjeblieft, mevrouw. Wat fijn zeg. Ik ben zo blij. Nou, dag hè. Dag. Gelukkig. De kaartverkoop doet het weer. Het staat er goed voor. Kijk je morgen weer? Dan hebben we eindelijk de talkshow met Willem, de professor en leesexpert Marijt.
Dat mag je niet missen. Tot morgen. Bedankt voor het kijken en heel veel leesplezier. Kinderboekenweekjournaal.